Krijlag. Naar de overtreding. Maar daar wordt de wedstrijd niet leuker van. Spits van Salt Lake nog niet gezien. Douglas Martinez, ja, in de openingsfase schoot hij een keer de bal op. Een dubbele espresso bij kunt gebruiken. Metanier wint de bal voor Minnesota. Middlers. Vaak ook bij de Amerikaanse nationale ploeg. Salt Lake. Om er wat meer energie in te stoppen. Want daar doen ze het uiteindelijk toch voor. Oeh, dat is geen beste bal. Van de man uit Madagaskar. Tenminste niet vandaag. 6 minuten extra tijd zo dadelijk. Wel ja, tegen Sporting Kansas City. En Ike Opara was ook 2 keer trefzeker. Tegen Marcelo Silva. Lot. Met name voor Rusnak, die 3 keer op de grond lag. Daar is die. Finley. En een kaart. Meram, zo, die houdt ook niet in. Veel te laat en haalt dan vol door op het scheenbeen. Dit is met vrije trap van Gregus. Douglas Martinez die er niet aankomt. Maar Salt Lake heeft wel balbezit nu. Daar waar Roesna. Yes. Invallen Meram. Hij kwam voor Rusnak in de eerste helft. Toya. Meram. Douglas Martinez is ook aansluiting. Meram en de redding van Tyler Miller. Uiteindelijk het schot wel vrij recht op de keeper af, maar toch, het is een mogelijkheid voor Salt Lake. Voor Justin Meram. Terechte kaart voor Chacon. Dat woensdagmiddag de laatste wedstrijd speelt in groep D tegen Sporting Kansas City. Meram. Meram. Goeie beweging, Meram. Dan is hij in ieder geval 1-2 man kwijt. Maar is dat paasje ook? Pablo Ruiz zegt tegen Everton Luiz. Die ook een interessante carrière achter de rug heeft. Meram. Is daar in positie. Van Metanier. Meram. En dan gooit Minnesota. Hij speelt vaak vanaf de linkerkant. Meram. Kan hij vanaf de linkerkant naar binnen komen en met rechts schieten.
Sarsfield. Dit is die Hassani Dadson. Meram. Salt Lake in de aanval. Baird. Lot. Mag de bal daar eigenlijk niet spelen, maar het gebeurt hem wel. Bij Everton Louise. Meram. Ook te veel. En eerlijk is eerlijk, Minnesota heeft de beste kansen gehad. Zowel voor als na rust. Hoekschop Meram. Ruiz. Meram. In het laatste kwartier. Voorzet weg. Tussen Seattle en San Jose. Vorige week vrijdag. En deze wedstrijd. Ziet er al 75 minuten lang uit als een 0-0 wedstrijd. Er staan toch ook te makkelijk weggegeven die bal. Hij is ingevallen, zijn uit het spel voor de Uruguayan. In de tweede helft verdient Minnesota het meer dan Salt Lake. Maar voor dus waren de rollen omgedraaid. Smith. En heeft hier de kans om de wedstrijd te beslissen. Hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel tijd erbij komt. Toch niet meer dan 5 minuten zou je zeggen. Zoveel oponthoud is er niet geweest in de tweede helft. Meram. Doet het deze wedstrijd erop. Meram naar de volgende ronde. Meram, krijgt hij die bal nog voor de goal? Ja, dat lukt, maar de bal is voor de keeper. Is nog op de bal van Justin Glad.